We zijn Thompson's Lamp. We zijn een alternative rockband uit, eigenlijk uit Enschede. I saw my old best friend today. He was pretending he didn't hear. Ik ben de roadie. Je bent de roadie. Vandaag natuurlijk is een bijzondere dag. We houden de zesde editie van Artigaanse Talent Scouts. Namens mij, maar ook namens Carola, heet ik jullie van harte welkom. Weer alles tegen, geen zon maar regen. Ik droom weg, in mijn hoofd is alles goed. Het is voor mij een jongensdroom. Dit zijn een stelletje muzikanten. Ik vind het een eer om ik vind het een eer om met dit soort mensen op het podium te mogen staan. Zenuwachtig? Nee. Je doet het al zo vaak, hè? Ja, klopt. I am always buzzy. No, I've never rest. My words will touch your heart like a bullet in your chest. Overloaded, started killing. Now you started make a mess. Spijt even omhoog, want je hebt van die mooie ogen, man. Vandaag weer met een mooie rapnummer. Ja, ik ga weer zeker een rapnummer neerzetten, ja. Ze zei dat er een nieuwe kroeg is in mijn geboorteplaats. En hoe heet die band? Oh, Inkhorn Controversy. He never walks away, he never asks for money, he takes care of me, he loves me. Je hebt wel een stem, hè? Dankjewel. Voor de duidelijkheid, elke act, jullie zijn een act met elkaar, Toon van Meel, de act, mogen ongeveer 8 minuten spelen. Als je het niveau van de kandidaten ziet, is heel hoog. Jouw ouders zijn niet meer tezamen. Kwamen er samen niet doorheen. Je zussen moeten eraan wennen. Je vader woont nu dus alleen. Ik vraag mij af wat jij zou zeggen van jouw ouders triest gedrag. Zou jij boos de trap opstappen? Of accepteer jij het gelaag? Annemarie, Annemarie, het is niet eerlijk dat ik jou op deze wereld niet meer zie. Dat ik nooit voor jou kon zijn, zag nooit jouw eerste stap, jouw rapport zo knap, je rijbewijs. Je huwelijksreis, voor jou zal dit nooit zijn, Annemarie. Dat ik een klein vitaminedrankje ga halen. Okay, en een krentenbol neem ik aan? Ja, uiteraard. Want seks, drugs en een krentenbol, hè, dat weet je. Ik droom weg, in mijn hoofd is alles goed. Zit alles tegen, geen zon maar regen. Ik droom weg, in mijn hoofd is alles goed. Ik had eigenlijk een, mag ik je een beetje een tip geven over jullie zang? Altijd. In het algemeen. Zorg ervoor dat je wel blijft zingen, want soms heb je niet genoeg adem. Al dat ruwe erin houden, ja. Maar wat ademsteunen. Ademsteun. Maar we hebben vrijdag ook gespeeld en ik ben bezweet naar buiten gegaan, had ik niet moeten doen. Wat ga je doen? Ik ga eerst een cover doen en daarna ga ik een nummer doen die ik samen met iemand anders heb geschreven. En met wie heb je dat geschreven? Met mijn producer. Met jouw producer, die heb je ook al. Nou, dat gaat helemaal goed. Die Lara is de microfoon, veel succes. Jij bent de ware voor mij.
ondersteunen haar zolang zij het leuk vindt. Dat is de hoofdzaak, dat zij het gewoon het leuk moet vinden. Ze vindt het al een tijd leuk, hè? Ze vindt het heel lang al leuk, ja. Dus we hobbelen het hele land door. Ik wil je helemaal voor mij. Je bent mijn zon, je bent mijn maan, je bent mijn licht, ik zo sta. Met jou wil ik samen gaan. Yeah, yeah, yeah. Ik ben zeer tevreden. Maar je hebt al heel veel meters gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Zo jong en dan al 10 jaar in de muziek. Ja. Je gaat door? Ik ga zeker door. Ook naar de finale? Ik hoop het. Ik vond zelf vooral het tweede nummer erg lekker. En dat komt denk ik omdat heb je zelf geschreven toch? Met je producer. Ja, dat straal je dan wat mij betreft ook meteen uit. Hoe? Ik hoor een controversy. En wat betekent het? Het heeft te maken met strijd in de Engelse taal. Over het gebruik van, van buitenlandse woorden in de Engelse taal. Omdat ze niet genoeg woorden hadden. Ingewikkeld dus. Heel ingewikkeld. Laatste dronk ik bier, maar ik ging naar een café. Daar ontmoeten wij iemand die ik ken uit mijn geboorteplaats. Ik zei dat er een nieuwe kroeg is in mijn geboorteplaats. Zaterdag dan ga ik daar naartoe. Schijnt er heel erg leuk te zijn. Ben jij er al geweest? Schijnt er zo leuk te zijn. Ben jij er al geweest? Toen ik wakker werd, scheen de zon. Maar ik wist dat het snel zou gaan regenen. Maar toen ik wakker werd, scheen de zon. We hebben ons best gedaan in 8 minuten. Al mijn energie gegeven, ik ben helemaal kapot. The stage is yours, Young and Enterprising. Yes. Dankjewel. I don't know this bitch. But I don't know what she is doing out, where she is moving around. Yeah, I was on waiting, no, is she moving out? I see her bouncing, I know she is coming back. I always will be here, so there was no coming back. Girl, I like the way you dance, the way you move. The way you drop that thing is me not enough. Drop that for real, pop that for real. I need one chance to make it free. So why don't you come with me and get over? I need one chance to make it free. So why don't you come with me and get over? I'm drinking rap, sir, drinking for my rap girl. I can't go further cause of you, I'm stuck in this club. An angel on earth, she is falling in here. Cause the way she is moving, I love to be near. Yeah. I'm creating situations. Don't think about relations. Give a fuck about a nation. Watch you now, but I be patient. See me rolling, but I'm racing. I'm not falling, I'm amazing. On my level, they are raising and I go. I was like that best, now they say so. Every day I'm working and get paid more. I don't need rest, cause they see me lay low. I will pass you soon, be scared when I face you. En achter ieder jong talent staat dan een zeer gepassioneerde moeder, of niet? Ja, absoluut, absoluut. Je moet nu jaagt ze aan, hè? Valt wel mee, maar ben wel enthousiast in zijn optredens. I can't be lazy, I will always be myself, no one can change me. There was no way back, so don't try to save me. Ik hou mezelf meer bezig met de kleding en ik help hem eigenlijk gewoon, ik steun hem en dat is eigenlijk mijn ding erbij. I'm number one and can't be fake, whoa. You try to understanding me in this talk. En nog een tip, ik weet niet of je nog muzikale vrienden hebt, maar in plaats van je backups op tape te hebben of op MP3. Dat vrienden dat live meedoen, ja, bijvoorbeeld. Precies. Ja, precies. Dat nee, zou inderdaad. Dat en dan hoeven ze niet eens zoveel te doen, maar het zou ik heel heb niet veel. Ik heb vrienden met lef namelijk. Oh. Niet in de toekomst, dus ga ik wel gewoon een keer meedoen. Ja, ja, ja. Dus je zou het wel willen. Ik zou het wel leuk vinden, ja. Piece by piece, he collected me above the ground where you abandoned things. Piece by piece, he
Zenuwachtig en ik weet gewoon van mezelf dat ik beter kan, zeg maar. En dat kwam er nu dus niet uit door de zenuwen. En dat vind ik altijd heel frustrerend. En achter iedere enthousiaste jong talent zit dan een enthousiaste stuwende kracht. Een hele trotse mama. Echt een hele trotse mama. Ja. Dat mag ook best, want zo'n stem. Zeker, ja. Zingt u zelf ook? Nee, laat ik dat maar niet doen. Nee. Geen voorbehouden voor de badkamer. Inderdaad, waar niemand bij is, dat klopt. Ik vond het gewoon heel mooi en ik wilde als eerste tegen je zeggen dat ik je heel muzikaal vind. En dat is het belangrijkste ding bij het maken van muziek. En je hoeft niet onzeker te zijn of zenuwachtig, want je staat daar gewoon muziek te maken. En dat komt vanuit je tenen, dus dat is gewoon wat iedereen wil horen. Zenuwachtig om zo... Nog niet. Nee? Het komt zo meteen vast wel. I saw my old best friend today. He was pretending he didn't hear. And I was trying to express my dismay. Everyone was checking me out as I looked the other way. Watching why my voice was so loud. I could have sent a message. Life goes by, yeah. There's one second whenever stopping to see. We're almost there, we are past. But yeah, there's one second whenever seeing will never care again. Geweldig. Ik ben fan. Het ging wel hard, maar het was wel strak en goed. Jordan, 4 roosjes. Thompson's Lamb, 10 roosjes. In de laatste voorronde, dat kwam er eenmaal uit met de voorkeurdatums, hebben we een klassiek geschoolde sopraan en een klassiek geschoolde pianiste. En er zit een rockband, een metalband bij met de grunge techniek in het strotje. Zit hier nu heel relaxed te zitten? Heerlijk. Ik geniet lekker van de muziek die gemaakt wordt. En nog voorkeur? Ja. Ja, ik vond die laatste band erg leuk. We zijn nog een beetje aan het bevallen, zeg maar, hoe we het precies vorm gaan geven. Maar het gaat helemaal goed komen, ja. Ik vond het een hoog niveau en er zaten echt een paar verrassingen bij. Doorgaan naar de finale. Op 2 juli... Dat zijn Thompson's Lamp. Gefeliciteerd. Je bent gelukkig. Super gelukkig. Waar kunnen we dat aan zien? Is mijn uitstraling niet voldoende? Kom op. Jordan. Gefeliciteerd, Jordan. Door naar de finale. We zien je gewoon terug in de finale, toch? Ja. We hadden het al beloofd, hè? Ja. Tom van Miel. Gefeliciteerd. Dat vind ik hartstikke leuk, meen ik echt. En dan gaat u nog wel even naar een zangpedagoge, heb ik begrepen. Wij willen een nominatie voor de wildcard geven aan de combinatie Roy en Dilara. Bij deze. Gouden combi. Nou,
Gaat hem dat worden? Ja, zeker. Want dat is wel een leuke uitdaging, denk ik, of niet? Dat gaat hem zeker worden, ja. Jullie heel erg na gaan denken hoe dat er dan uit moet zien? Nee, we hebben wel dat, dat gaat helemaal goed komen, ja. Inderdaad. Ja, zeker. En waar kunnen we dat dan allemaal zien? Bij Amersfoort gezien, natuurlijk.